Dag, houdt u van vliegreizen? Ja, nou, wat een sensatie. Vliegen is het allernieuwste. Wel een beetje eng, hoor. Maar wel heerlijk dat het alleen voor rijke mensen is. Zonder dat ordinaire plebs. Die gaan maar met de bus. Ik zou alleen maar een kopje koffie lusten. Of lekker wat te eten of zo. Ja, of een hygiënedoekje voor de handen. Of een reddingsvest met een fluitje. Of weten waar de nooduitgangen zijn. Maar niemand helpt ons. Jawel, nu is er iets nieuws. Iets moderns. Sinds 1935 heeft de KLM de stewardess. De stewardess? Ja, de stewardess. De nooduitgangen zijn daar. Kijk, een hygiënedoekje. Wilt u koffie of thee? Koffie, thee? Stoelriemen vast? Oh, wat geweldig. Maar heeft u geen reddingsvest en een fluitje? Nee, die nog lang niet. Maar ik heb wel een kotzakje. Ook fijn, toch? Alsjeblieft. Mogen wij hier roken? Ja, iedereen rookt in onze tijd. Overal. Dus ook hier. Wat vliegen we laag? Ja, we kunnen niet hoger. Hebben we wel leuk uitzicht. Jongens. Turbulentie, turbulentie. We zitten in een luchtzak, dus houd u maar goed vast. Nou, u mag zich wel even aan mij vasthouden. Nee, meneer. Handen thuis. Ja, afblijven, Gerard. Ze is van de KLM, niet van jou. De stewardess. Nu bij de KLM. Oh, ik wil ook stewardess worden. De hele wereld overvliegen. Veel plezier. Stuur mijn kaartje.